Fons, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Willem II, op de persconferentie zei je van ik heb een duidelijk minder gevoel als over de eerste helft van het seizoen als het seizoen daarvoor. Hoe is het gevoel nu? Nou ja, we hebben een paar teleurstellingen moeten slikken. Dat zit hem vooral in een hele grote nederlaag tegen PSV. Dat zit hem in wedstrijden waarvan je wordt verwacht hier thuis te winnen. Nou, daar hebben we ook de problemen die we benoemd hebben, die komen dan aan het licht. Dat is teleurstellend. We hebben ook hele goede prestaties geleverd, met name ook uitwedstrijden op papier, lastig. Heel goed gedaan. Gewonnen bij een aantal ploegen waar dat in het verleden niet gebeurde. Maar ook bij Heerenveen en Vitesse, ja, gewoon goede wedstrijden gespeeld die we hadden kunnen winnen. Ja, je kan misschien zeggen dat je een paar punten te weinig hebt. Het gekke is dat mocht je zondag Feyenoord verslaan, dan heb je één verliespunt minder als vorig jaar, toen iedereen hier de Polonaise liep. En dat gevoel leeft ook heel erg bij supporters, dat merk ik. Die een stuk negatiever daarin staan. Ja, daar heb je mee te maken. Dat is het verwachtingspatroon, dat heb ik al eens een keer benoemd hier, wat vele malen hoger is als vorig seizoen. Niet terecht, vind ik. Niet reëel ook. Maar ja, zo gaat dat met supporters. De opstelling uiteindelijk tegen Willem II verrast je toch de vaste volgers om te kiezen voor Lorenzen in plaats van Hooy. Van waar die keuze? Ja, je moet je vaste volgers wel eens verrassen. Dus, is dat alles? Dat is alles. Er zit toch een gedachte achter, neem ik aan? Dat uiteraard, je voor Lorenzen kiest in plaats van Hooy? Uiteraard. Er zit daar een gedachte achter. Beide zijn jongens die bij ons regelmatig spelen. Minuten maken. Dus... Elson heeft een aantal wedstrijden goed gedaan. Ik moet zeggen, vooral ook als de ruimtes wat kleiner worden. En bij Willem II weet je dat zijn ploeg gaat komen en dat er nog meer ruimte komt. Dan is Lorenzo ook iemand die enorme afstanden kan overbruggen. Die heeft ook bij Zwolle dat uitstekend gedaan. Vandaar de keuze voor hem bij Willem II. Waar liggen met name de kansen zondag tegen Feyenoord? Ja, je krijgt elke wedstrijd kansen. Dat weet je. Wat ik al zeg, Feyenoord heeft een uitstekende ploeg. Dus waar die kansen liggen, dat zal in de wedstrijd gaan blijken. Maar wij hebben ook altijd onze wapens, ook in dit soort wedstrijden. We gaan altijd uit van onszelf. We hebben ons misschien één of twee keer aangepast. Nou, dat is ook geen succes. Dus je kan beter, denk ik, bij jezelf zoeken. Tot slot, teken je voor hetzelfde scenario als de laatste thuiswedstrijd hier tegen Feyenoord, die 2-2? Nee, want dat zou betekenen dat je 2 punten verliest. Dat je blij bent met een gelijkspel. Nee. Ik ben nooit blij met een gelijkspel. Ik wil altijd winnen. En als dan blijkt dat er niet meer in zit, oké, misschien moet je dan tevreden zijn. Wat er ook uitrolt, hè, want je kan tegen een topclub kan je ook verliezen. Maar wat er ook uitrolt, ik wil hier met een goed gevoel dat jaar afsluiten met de jongens die het hele jaar daar hard aan werken met elkaar. En 2018 is toch een prachtig jaar waarin we 7e zijn geworden in de Eredivisie. En nog niet zo gek lang geleden, waarin we nu in de middenmoot spelen. En we willen heel graag omhoog kijken met ADO. Nou, en als je zondag een goede prestatie neerzet, dan neem je dat ook weer mee richting de kerst. Nou, en daar gaan we voor en daar gaan we alles aan doen. Zitten de aanstaande zondag tegen fijne spelers naast je die daarna de winterstop niet meer zijn? Daar ben ik eigenlijk nog geen seconde mee bezig geweest. Je bent gewoon bezig met het nu. En wat hierna komt, natuurlijk kan dat. Dat klopt, er zijn altijd jongens die in de belangstelling staan of jongens die misschien meer willen spelen, dat is allemaal mogelijk. Nou ja, bij ADO is alles bespreekbaar, dus we gaan rustig kijken wat er gebeurt en zullen we altijd weer adequaat ook handelen mocht er iets gebeuren.